Wij zijn inmiddels bij het laatste stukje aangekomen, Koen. En dan gaat het even over van de muziekkeuze die jij hebt gemaakt. Ja. Of je er iets over kan vertellen. Ja. Ja, wat kan ik erover vertellen? Chris Tomlin. Ik ben christelijk opgevoed. Ik ben toch wel een actief christen. Dat is ook wel een beetje de muziekkeuze die ik heb. Ja. In de auto luister ik vaak aan een groot nieuws radio. En dat zie ik ook wel een beetje in de liederen terug. Zeg maar. Dit zijn ook wel liederen die mij ook wel bemoedigen in mijn leven en in mijn werk wat ik doe, zeg maar. Ja. En daar put ik toch wel ook wel kracht en energie uit om door te gaan, zeg maar. Ja, motiverend. En dat is wel zeker wel motiverend. En dat plaatst ook voor mijzelf ook wel in een bepaald perspectief, zeg maar. Leuk, je bedrijf. Maar ja, weet je, er is meer, zeg maar, als tussen hemel en aarde, zoals ze wel zeggen. Ja. En dat geloof ik echt wat dat betreft, ja. Ja. En dus Delirious en Michael Smith en Bethel Kim en Walker Smith allemaal. Hebben die dan nog iets speciaals of is het gewoon uit het genre? Dat is uit het genre inderdaad. Bij Chris Tomlin ook, how great is our God, zeg maar. Nou, weet je, dat is voor mij wel, ja, hoe groot is onze God? Hè? De vertaling, zeg maar. Nou, weet je, dat is echt wel een dingetje. Denk ik, ja, dat is echt wel, vanochtend zie je dan de regenboog weer aan de hemel staan. Weet je, dat is echt wel... Dat kan een mens gewoon niet gemaakt hebben, zeg maar. Dat is geen oerknal geweest, maar die dat veroorzaakt heeft. En dat raakt me dan wel, weet je. Als dat dan zo staat te schitteren aan de hemel. Ik van, ja, weet je. Er is dus echt meer tussen hemel en aarde, zeg maar. En dat kan me wel raken op dat moment, ja. Ja, ja, en Mark Knopfler, ben je een fan van? En dat vind ik ook heel erg leuk, inderdaad. Hè? Ook wel een beetje de muziekstijl, zeg maar. Ook gitaar en drum erbij en zo. En dat ook een paar keer over mijn concert geweest ook. Oh ja, welke concerten, wanneer? Dat is inmiddels al wel een jaar of 4-5 geleden, denk ik. Dat ik de laatste keer geweest ben. In de Heineken Musical was dat toen. Ja, dan weet je gewoon het repertoire zag. En ja, vind ik gewoon ook leuk om naar te luisteren. Ja. Lekker relaxte muziek, Mark Knopfler. Ja, ja, een beetje rammen op die gitaar. En daar hou ik wel van. Ja. En televisie, muziekprogramma's, kijk je dat ook? Niet heel veel. Wat we dan wel eens kijken is Nederland Zingt ook nog wel eens. Hè? Dan heb je ook weer koren en allerlei worship liederen die daar ook voorbij komen. En The Passion straks? The Passion kijken we vaak ook wel inderdaad, ja. Ja. Dus muziek vind ik wel, dat is wel een actief dingetje in mijn leven wel, ja. Ja, want jij zingt ook toch? Ja, ik zing nu op een koor inderdaad. Daar ben ik onlangs weer mee begonnen. Dat ik vrije tijd wat meer gekregen heb omdat ik gestopt ben met kerkwerk. Mm-hmm. Zit ik nu inmiddels ook weer op een koor. Ja. Wat voor koor? Revelation in Veenendaal. Oké. Okay. Ja. Nou, leuk. Ja. Ga lekker door. Dankjewel. Je doet het fantastisch met zo'n bedrijf. Ja. Je hebt alle egaars gekregen. Ga lekker door. En dankjewel dat je onze gast wilde zijn. Graag gedaan. Ook dank aan René van Schenkhof voor zijn techniek, die bijna helemaal goed was. En wij gaan volgende week als gast ontvangen Bart Boon, eigenaar van Ecofields uit Wekerom. En die doet biologische kalfs- en lamsvlees. En hij heeft ook nog een wijngaard. En dat in Wekerom. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.